Zaterdagavond belaagden 20 mensen een bijeenkomst voor minderjarigen in het pand van COC Eindhoven. De groep trok de regenboogvlag eraf en stak het in de brand. Een vrijwilliger van COC die de groep aansprak, kreeg een klap. En dat was nog niet het enige. In hetzelfde weekend werden er meerdere medewerkers van een gaycafé in Groningen mishandeld. Ja, ik denk dat afgelopen weekend wel weer heeft aangetoond dat we nog lange weg te gaan hebben voordat we allemaal in Nederland kunnen zijn wie we zijn. Moeten we ons in Nijmegen zorgen maken? Ja, gelukkig hebben we hier in de afgelopen tijd eigenlijk geen grote incidenten gehad in Nijmegen. Maar ja, dat dachten ze tot vorige week in Eindhoven natuurlijk ook. Wel ervaren veel LHBTI'ers microagressie. Wat je ziet zijn afkeurende blikken bijvoorbeeld. Of dat mensen toch aangesproken worden of scheldwoorden naar zich toe gezonden krijgen. Dus niet uitingen van een regenboog of zo durven te laten zien. Uit angst om daarop aangesproken te worden. En dat geeft ook al een gevoel van onveiligheid. Bij Danscafé Marcus Antonius praten veel gasten over de incidenten van de afgelopen weekend. Maar de eigenaar ziet vooralsnog geen reden om maatregelen te nemen. Ik heb nog geen signalen gehoord van dat er hier in Nijmegen of zo ook zoiets zou gaande zijn. Mensen voelen zich niet onveilig of zo? Die geluiden heb ik nog niet gehoord. Dus dan ben je ook denk ik niet van plan om bijvoorbeeld beveiliging voor de deur neer te zetten? Nee, dat is niet nodig. Het COC hoopt dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, zeker gezien de samenleving polariseert. Een van de dingen is dat we nog steeds homospreekkoren in voetbalstadions, dat we dat normaal vinden. Hoe zouden we dat kunnen voorkomen? Ja, nou bijvoorbeeld door net zoals bij andere scheldwoorden die we in het verleden niet meer goedkeurden, door dan bijvoorbeeld de wedstrijd stil te leggen of in ieder geval er echt maatregelen op te nemen. Ja. Nederlanders kunnen dit weekend symbolisch hun solidariteit betuigen na de incidenten van afgelopen weekend. Ja, aanstaande weekend wordt er opnieuw de vlag gehezen in Eindhoven. En we willen eigenlijk vanuit Nijmegen, eigenlijk vanuit heel Nederland, solidariteit betuigen daarmee. En eigenlijk iedereen oproepen om ook de vlag uit te hangen die dag. Om te laten zien, in Nederland kan je jezelf zijn en mag je dat ook laten zien.